De initiatiefgroep van Samen op Reis, opstap naar een beter OV, wil gezamenlijk het openbaar vervoer verbeteren ten dienste van de reiziger. Een 15-tal projecten zijn onderdeel van dit initiatief. In 2010 ben ik met een klein team begonnen om het product te ontwikkelen, reis op rekening met de NS Business Card. Inmiddels is dat product geïntroduceerd, maar nu zijn we eigenlijk in de fase beland dat we in de gezamenlijkheid met alle vervoerders reis op rekening willen implementeren en doorontwikkelen om het uiteindelijk beter te maken voor de zakelijke reiziger. Eén kaart waarmee de zakelijke reiziger op basis van één factuur die de werkgever betaalt, de hele OV-reis goed voorzien door kan komen. Dus alle soorten van diensten, trein, bus, tram, metro, maar ook de, wat wij dan noemen, de deur-tot-deur diensten. Dus taxi, green wheels, parkeren bij het station, zelfs verblijven op het station in de Regis locaties. Het belang is dat we het openbaar vervoer toegankelijker maken, gemakkelijker maken en dat we eigenlijk zo faciliterend zijn voor de zakelijke markt dat we meer reizigers gaan krijgen. Een eerste mooie testcase is in september of oktober, wanneer we met elkaar hopelijk ook weer gezamenlijk de low car diet organiseren. Vorig jaar was dat nog niet een gezamenlijke activiteit, dit jaar zou dat heel goed kunnen. Dat is in ieder geval een mooi markeringsmoment. Als de kaart dan staat en we daar gezamenlijk aandacht aan willen geven, zou dat een heel mooi moment kunnen zijn. Op 10 oktober lieten 100 topbestuurders en meer dan 600 medewerkers hun eigen auto voor 10 dagen staan en maakten ze gebruik van de businesscard. Die samenwerking in de OV-sector is van grote betekenis. Je ziet dat ze allemaal meedoen is heel belangrijk. Omdat heel veel mensen natuurlijk met de trein, met de bus, met de tram, dus dat moet ook allemaal goed lopen. En het is, wij zijn er wel enthousiast over. Ik vind dit zo'n mooi initiatief dat ik toch min of meer gedwongen de kans krijg om de alternatieven te ontdekken en te zien wat dat brengt. Hopelijk alle mensen die er nu bij betrokken zijn en die iets zien dat mee als we starten gaan verder ook ideeën uitwerken en vooral gaan veranderen. Omdat gedrag veranderen, dat is de feit om te doen. We zijn bijna klaar. We moeten nog een klein puzzelstukje invullen en dat is afverkocht reisrecht voor bus, tram en metro. Dat verwachting is dat wij dat medio 2014 klaar hebben. Dat betekent dan dat we dan een volwaardig product hebben dat uiteindelijk leidt tot toegankelijk openbaar vervoer, meer reizigers in de zakelijke markt, meer zakelijke klanten. Maar een belangrijke succesfactor is in dit project, maar eigenlijk ook in alle samenwerkingsprojecten, maar wat vaak, zeker in dit soort technisch en ook wat ambtelijk georiënteerde bedrijven onderschat worden, is gewoon de mensfactor. Dus lukt het mij om de andere mensen met wie ik straks weer aan tafel zit over onder andere dit project, lukt het mij om hen te bereiken, om met hen te verbinden, om elkaar te vertrouwen en het samen te doen. Ondanks het feit dat al onze collega's in het verleden 100 keer ook niet goede ervaringen hebben gehad en het niet gelukt is. En de spirit moet zijn, het lukt ons nu wel. Mijn droom is dat reis op rekening straks omarmd wordt door alle vervoerders. Op een goede manier wordt ontwikkeld, zodat we het nog gemakkelijker maken voor de zakelijke reiziger. Zodat bijvoorbeeld ook met je telefoon je een heel makkelijk een klassenwissel kan doen. Dat je mooie apps hebt waarmee je vergeten check-out kan corrigeren. En nog veel meer van zo'n soort mooie ontwikkelingen die we nu in gedachten hebben.